Hoi, ik ben Kim. Ik ben Hendrik. En wij maken samen theatervoorstellingen. Met elkaar, maar ook los van elkaar. Ja, dus dat. En de voorstellingen die wij maken zijn eigenlijk altijd ook voor jeugd. Maar ook voor volwassenen. Want het heet niet voor niets 4+. En niet 4. Niet eens gaat over het principe van overal nee op zeggen. Wat een beetje komt uit het eerste idee dus van kinderen die een periode hebben waar ze leren dat ze nee kunnen zeggen. En het idee dat wij als volwassenen eigenlijk voelen dat wij die gevoelens nog steeds hebben, maar dat we die gecultiveerd en gevormd hebben tot nette mensen. En daarbij gaat het ook over het ontstaan van leven op aarde. Dus de voorstelling is eigenlijk de hele ontstaangeschiedenis van leven op aarde. En eigenlijk de mens, of wij dus, die daar niet zo goed mee om kunnen gaan, omdat het de hele tijd allemaal verandert. En zij willen dus alles wat er gebeurt, willen ze niet, want het moet blijven zoals het is. Maar als het er eenmaal is, mag het ook niet meer weg. Dus dat is eigenlijk de basis van de voorstelling, niet dus. Het idee is begonnen bij dat we een... in theater heb je zo'n soort van de basisregel is dat je overal ja op zegt. En wij vonden het heel grappig om het tegenovergestelde te gaan doen. Of heel interessant of spannend om te denken, wat gebeurt er als je overal nee op zegt? En vrij snel kwamen we erachter dat als je overal nee op zegt, zeg je op den duur ook wel weer ja. Nee zeggen is geen stilstand of zo. Dus uit dat idee zijn we die voorstelling gaan maken. Ja. En we hadden al vrij snel ook het idee de voorstelling begint met het licht dat aangaat. En daar zeg je nee op. Dus het licht moet weer uit. En de voorstelling zou dan eindigen dat het licht langzaam uitgaat en dat het dan ook niet mag. Dat je dan nee. Ja, het mag nooit meer stoppen. Het mag niet beginnen en het mag niet stoppen zo. Ik denk ook wel dat wij misschien als mensen best wel dicht bij ons kindergevoel zitten of zo. Ja. Dus in die zin, ik heb niet het gevoel dat we daar heel veel bewust mee bezig hoeven zijn om te snappen wat kinderen leuk vinden. En wat volwassenen leuk vinden, dat zijn we zelf ook. Dus ja, ik weet niet. En we zijn denk ik ook kinderen. Dus. Nee, het werk dat wij maken is altijd eigenlijk in eerste instantie beeldend en vrij humoristisch en ook speels en licht. Ik denk dat die speelsheid voor ons heel belangrijk is van ons werk. Zo repeteren we ook, maar zo ziet de voorstelling eruit. Zeg maar. Het gaat altijd over spelen met spullen of spelen met voorwerpen en spelen met kostuums eigenlijk ook. En dat is dan allemaal vrij woordeloos of zo. Heb ik slapstick al gezegd? Slapstick. Slapstick. Nou, en een basis van hoe wij maken is denk ik ook dat we altijd spullen gebruiken die bestaan, die andere dingen worden. En daar heeft dat speeleffect wat kinderen doen en wat wij denk ik ook missen. Daarom zijn onze voorstellingen denk ik echt voor kinderen en voor volwassenen. Omdat wij ook denken dat volwassenen te weinig spelen. En we gaan sowieso nog een keer toeren. Nou, maar we spelen nu op het theaterfestival 2 keer, dus dat is leuk. En dan volgend seizoen? Over een jaar is het denk ik, gaat het weer op tournee. Ja.